Dank u wel, voorzitter. Commissaris, rapporteurs. Ik geloof dat alle voorgaande sprekers het al hebben gezegd. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van onze economie in al onze lidstaten. En het is dan ook van het grootste belang dat nu de economie weer aantrekt, bedrijven ook kunnen groeien. En dat ze daar dus ook voldoende financiering voor kunnen vinden. Nou neemt de commissie met de kapitaalmarktenunie daar al een aantal belangrijke voorstellen. Komt ze met een aantal belangrijke voorstellen. Straks gaan we het nog hebben over het Prospectus Directive van mijn collega Peter Jacek. Dat is een goede stap in de richting. Ook de securitisatie kan helpen. Het voorstel om de regels voor het Venture Capital Fonds wat te verbeteren zijn allemaal belangrijke bijdragen eraan. Maar vooral het kleinbedrijf is daar nog steeds niet helemaal mee geholpen. Is toch nog voor 80% afhankelijk van financiering door banken. En ik zou dan als rapporteur op fintech voor dit parlement ook graag een lans willen breken om ook voldoende aandacht te hebben voor de nieuwe mogelijkheden die er zijn met betrekking tot crowdfunding, de online platforms om te lenen waar ondernemers rechtstreeks met investeerders in aanraking kunnen komen. Dus ik zou ook een oproep willen doen aan de commissie om ook aan de fintech kant voldoende aandacht te besteden, omdat dit voor ondernemers ook weer een extra hulp kan bieden om aan financiering te komen. En tot slot complimenten aan de rapporteurs voor dit goede rapport.